John de Mol die geloofde er al in. Een plek om te wonen waar je zelfvoorzienend moet zijn. Hij noemt het dan utopia. Nou, in Almkerk gaan ze nog een stapje verder. Energie-neutraal wonen, werken aan innovatie en eten zonder het milieu te belasten. Ja, Simone, in 2014 zijn jullie begonnen met die droom. Is de droom begonnen, ja. Ja, en inmiddels ja, is er een de campus Almkerk. Is er een campus, ja. Hoe zelfvoorzienend zijn jullie? Nou, in die zin zelfvoorzienend dat we het energiedeel hebben opgelost. We hebben in eind 2016 een boerderij gekocht. Mm-hmm. En eigenlijk meteen de gaskraan uitgedraaid. En gezegd van ja, hoe gaan we nu verder? En nu, dus je hebt een soort probleem gecreëerd voordat je ging beginnen. Ja, eigenlijk dat is bijzonder. Wel. Ja. Maar we konden dat helemaal gefaseerd oplossen. En nu zijn we energie-neutraal bij ons op de campus. Helemaal. En ja, onze behoeftes aan energie zal denk ik in de toekomst nog wel wat omhoog gaan. Dus dan zullen we nog weer moeten gaan aanpassen. Maar hoe doe je dat dan? Want wat is dan zeg maar het voornaamste waardoor je energie-neutraal kunt zijn? Op dit moment hebben we een grote schuur waar je ook heel makkelijk heel veel zonnepanelen kunt aanbrengen. Mm-hmm. En we hebben powertubes neergezet om ons warm water te creëren. En ja, daarmee redden we het op dit moment. Ja. Wonen jullie er? Nog niet, ja. Ik heb altijd het gevoel dat ik al woon. Maar ja? Ons huis wordt nu gebouwd. En, je wilde graag wonen. Ik wilde direct gelijk wonen. Dus ik ben er heel veel. Ik ben meer daar. Wat kun je allemaal vinden op jullie campus? Wat je kunt vinden, we hebben een Heijmans One staan. Mm-hmm. Dat is een tiny house misschien. Ja, die kennen we. Van Heijmans, hè? Ja. En dat is ons een proefwoning waar we allerlei energieconcepten in testen. Op comfort en verbruik en dat soort zaken. En wat kun je nog meer vinden? Onze robot die in aanbouw is. Onze pixel farming robot waar we proberen om zelf je voeding voor elkaar te krijgen. En zullen we daar eens even naar gaan kijken? Want jouw man ook druk mee bezig. Hartstikke. Hè? As we speak is hij hem aan het testen. Zeker, ik ben heel benieuwd. Ja, we zijn er van de week al even langs geweest. Moet je maar eens even kijken. Pixel farming. Voorheen kwam hier 10 hectare aardappelen. Dit jaar komen hier 1000 digitaal beheerde moestuinen met meer dan 10 gewassen. Nou, wat je hier ziet zijn de ingrediënten voor een hutspot, zoals je die thuis wel eens maakt. Met pixel farming kun jij jouw eigen moestuin digitaal beheren. Nou, hoe doe je dat? Je gaat naar pakjepixel.nl. Daar open je jouw account. Dan kom je op een groentetuin. Vervolgens kun jij daar kiezen van ik wil hutspot hebben. Wat er nu gebeurt is een robot gaat voor jouw planten zorgen. Als die klaar zijn worden ze bij jou thuis bezorgd en kun je daar jouw hutspot maken. Jouw digitale moestuin hoef je niet zelf te beheren. Dat doet deze Pixel Farmbot voor jou. Hij heeft ervoor een aantal koppen. Hij heeft een kop waarmee hij kan meten of de grond geschikt is om te planten. En hij heeft een kop om onkruid terug te drukken in de grond, zodat je geen chemicaliën nodig hebt om jouw gewas te beschermen. Deze Pixel Farmbot die staat stil. Straks komt hij op wielen, zodat hij die 1000 digitale moestuinen kan beheren. En die robot die houdt je op de hoogte van hoe het gaat met jouw moestuin. Dat doet hij door jou een mail te sturen met foto's van hoe het met jouw gewassen gaat. Zodat je lekker thuis de bank kan volgen. Wanneer jouw gewassen klaar zijn en naar je toe komen om zelf jouw eigen hutspot te koken. Nou, hier op het innovatiecentrum werken we met veel innovatieve bedrijven aan die zelfvoorzienende toekomst. Waarin eigenlijk consumenten zelf voor hun eigen voedsel kunnen zorgen samen met die boer. Die boer werkt dus niet langer met monoculturen, maar kan biodivers telen. Waardoor hij minder chemicaliën nodig heeft. Dat is beter voor zijn gewas, beter voor onze toekomst. En we zijn dus heel blij met de bevestiging van de provincie dat we op de goede weg zijn. Ja, die bevestiging van de provincie, de agrofoodpluim, hebben jullie hiervoor gekregen. Ja. Ja, want je kunt je bijna niet voorstellen toch, dat we straks zo op zo'n manier gaan verbouwen. Hoe ontstaat zoiets? Dat komt omdat wij zijn eigenlijk techneuten, dus we zijn geen boer, maar we zijn nu boer geworden. En vanuit die techniek zien wij dat al die mogelijkheden er zijn. Er zijn robots die autonoom kunnen rijden en er zijn heel veel big data bedrijven waar mijn man er onder andere ook één van heeft. Mm-hmm. Dus we weten hoe dat werkt. Dus wij hadden op een gegeven moment het idee, waarom kun je het landschap niet zien als een beeldscherm, zoals je in pixels gaan verdelen en daarmee die landbouw een totaal andere wending geven. Maar voor wie is dit straks, zeg maar?
Is dit voor de mens thuis, zeg maar, wij op de bank? Ik bedoel, ik dus vind... krijgen wij zo'n moestuin? Dat kan. Dat is wel fijn. Ik heb er geen tijd voor anders. Ja, dat is niet meer nodig, nee, want dan heb je het ook heerlijk. Ja, dat is in principe wel ons doel. Dat alle consumenten hun eigen voedsel kan gaan volgen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat boeren daar ook op hun eigen manier mee omgaan. Ja. Dus er is nog van alles mee te doen. Maar, het kan allemaal op elkaar dus. Dat kan allemaal door elkaar. Ja. Waar zit jullie eigen verdienmodel? Ja, dat is goed dat je het vraagt. Dat vind ik leuk dat je het vraagt. Ons verdienmodel zit het eigenlijk in het bedenken van verdienmodellen voor andere sectoren. Ja. Oh. Maar noem eens een voorbeeld dan. Bijvoorbeeld dit. Boeren gewoon andere alternatieven geven dan de huidige monoculturen, waarin heel veel kosten gaat in de keten. Nu wordt de keten heel anders opgezet op deze wijze. Ja. En, een soort van omdenken. Omdenken, ja. En dan kun je bij ons op de campus jouw verdienmodel uitproberen in het klein. En dan kun je zeggen, van ja, als dat een succes is, waarom zou ik het dan niet gaan integreren in mijn bedrijf? Dus de boer kan dit aan gaan bieden voor particulieren en de supermarkt kan dit ook aan gaan bieden voor particulieren? In principe kun je als consument eigenlijk, is het de bedoeling dat je vanuit de boer zelf direct contact hebt met die consument. Dus je kunt het product direct bij de consument leveren in je eigen regio. Ja. Maar waar komt bij jullie die drang vandaan om zo zelfvoorzienend te zijn, om zo... Ja, met die circulaire economie bezig te zijn. Nou, omdat we daar eigenlijk... Want we hebben ook al software voor de circulaire economie. Er is een planningssysteem waar eigenlijk al landelijk gebruikt wordt bij heel veel kringloopbedrijven. En, dus het zit er al vroeg in. Dat heeft ook te maken met... mijn schoonvader die zit in een natuursbeschermingsverenigingen. Die software voor de circulaire economie bij een kringloop. Bijvoorbeeld in Tilburg zit La Poubelles, dat is een klant. Kringloopwinkel. Ja. Wat doe je dan met die software? Is het zo dat de sensoren aan al die producten komen? Of Bij La Poubelles is het volgens mij vooral een planningssysteem aan de ene zijde. Dat de vrachtwagen gewoon heel goed wordt ingepland. En dat de chauffeur kan zien waar hij heen moet. Voor het ophalen van alle spullen? Voor het ophalen van de spullen. En voor het prijzen van producten, zoals boeken. Maar zo komt dus ook die data er ook weer bij. Dat is ook wel weer heel mooi om te zien. Maar als allerlaatste dan, wat is nou het ultieme doel? Als je al zo ver op weg bent, hoe zou jij het willen zien over 10 jaar? Ja. Nou, ik wil over 10 jaar mijn eigen hutspot kunnen maken. En dat eigenlijk de hele regio bij ons in Altena en Brabant gaat doen. Ja. En misschien wel verder. Op de campus. Ja. Met een robot erbij die het klaarmaakt. Precies. Ja, zeker. Nou, dankjewel.